ergens kwam dat kantelpunt. Dat het beter ging en dat hij dat lichtje kreeg. Nu gaan we door totdat je weer je oude ik bent. Mijn oude ik ben. Ja. Ja. Willem Schrijver is een man van 74 die ik ontmoet heb een aantal weken geleden in het ziekenhuis. En hij had corona en heeft op een bepaald moment besloten, ik wil niet meer verder leven. Nee. Want hoe lang heb je nou precies in het ziekenhuis gelegen? 4 weken? 4 weken, ja. Die eenzaamheid, dat was heel verschrikkelijk. Dat vond ik wel zo erg. En dan inderdaad alleen op die kamertjes. Ja. En alleen maar mensen zien met brillen, schorten, mondkapjes, handschoenen. Geen normaal menselijk contact. Nee. Toen ik daar kwam, zat daar zijn dochter. Net als ik, helemaal ingepakt in alle COVID-beschermingsmiddelen. En ik had gelijk wel zoiets van, ik had niet het idee dat ik nou met een stervende man te maken had op dat moment. Ja. We zijn eerst eens gaan praten over van hoe die daar nou gekomen was. En toen heeft hij verteld hoe de laatste dagen geweest waren en dat die heel erg zwaar geweest waren. En dat hij bedacht had dat hij dat van zijn leven niet meer zou willen. Ik wou geen slangen niet meer. In mijn keel. Want ik wou niet als een kastplantje eruit komen. Nee, dat zag ik helemaal niet zitten in een rolstoel of weet ik veel met wandelstokken. Dat heb ik gelijk gezegd daar in het ziekenhuis, van daar begin ik niet aan. We hebben eigenlijk uit alle macht aan hem getrokken. Zo van, je blijft hier, we willen niet dat je gaat. Dus je blijft hier. En foto's laten zien van familie, van vrienden. Ja. Kijk, ze denken aan je. Ze steken allemaal een kaarsje op voor je. Ik hou vol, hou jij ook vol. Dan doen we het samen. Dikke kus. Hij gaf heel duidelijk aan dat hij zichzelf de vraag had gesteld. Stel dat ik daar met een handicap of met ongemak van afkom. Toen had hij zichzelf de vraag gesteld, wil ik dat? En het eerste wat hij aangaf was, dat kan ik mijn vrouw en mijn kinderen niet aandoen. En toen later was het echt uit de bodem van zijn hart en mezelf al helemaal niet. En dat was voor mij het moment dat ik dacht, ja pap. Het is goed dat je dat niet gedaan hebt, als je niet zeker weet hoe het afloopt. In principe hoefde het niet meer. Om zo ziek te zijn. Nee. Toen wou ik eigenlijk niet meer. Nee, je had het eigenlijk al opgegeven. Ik had het voor mezelf al opgegeven. Ja, ja, toen was het van, dan moeten we gaan afscheid nemen. Nee. Want het was echt zo kantje boord. Dat hij eigenlijk naar de IC had gemoeten. Ik zag wel die hele lange tunnel. En daar kwam je toch op een gegeven moment op een beslissing. Ga ik weg of ga ik weer verder? En toen 's nachts is er een longarts bij me geweest. En die heeft tegen mij zitten praten. En die heb Gert toen ingeschakeld. Gert Toes is bij papa geweest. Hij is geestelijke verzorger van het ziekenhuis. Binnen 2 minuten had hij papa aan de praat over zijn werk, over kinderen, kleinkinderen. Op zo'n moment ben je er om bij de mensen te zijn, om te horen waar zij mee bezig zijn, wat voor hen van belang is op dat moment. Maar als mensen keuzes moeten maken, dan kan ik met mensen meedenken en met hen gaan onderzoeken hoe zij tot een bepaalde keuze zijn gekomen. Hij heeft op een gegeven moment wel de vraag gesteld of ik nog verder wou. Of je nog een lichtpuntje zag. Of ik nog een lichtpuntje zag. Thuis in het balkonnetje. Ja. Daar wou ik toch wel mee naartoe. Ja, daar kijk ik en dan zie ik de wereld om me heen zo van alles en nog wat. En mijn gezin, ja. En mijn kleinkinderen, vooral. Ja. Ik was daar aanwezig. Probeerde me een beetje onzichtbaar te maken, omdat ik heel graag wilde zien wat er gebeurde. Maar het was heel bijzonder om mee te maken hoe iemand die mijn vader helemaal niet kent, toch die opening vindt om iemand zo vrij te laten praten over wie die is. Maar ook over de beslissing die mijn vader had genomen om toch niet aan die beademing te gaan. Wij zijn er voor alle mensen, dus als geestelijk verzorger ben ik geen evangelist die mensen het evangelie komt prediken. Maar ik kijk waar de mensen zijn met wie ik spreek.
Oh ja, leuk gedaan, hè? Mooi, ja. Kijk. De gedachtegang dat godsdienst bedoeld is om mensen tot hun recht te laten komen. En dat is waar ik steeds naar op zoek ben. Hoe kan ik mensen tot hun recht laten komen? Gertoes nam de tijd om te gaan zitten en om te luisteren. En om mijn vader die kant op te sturen die hij op dat dieptepunt zo hard nodig was. En dat was toch dat kleine lichtje van, ja, waar ga je naartoe? Waardoor mijn vader zei van, ja, weet je, ik ben hier nog niet klaar. Ik heb nog heel veel om voor te gaan. En dat, ja, dat heeft hem zeker een heel stuk kracht gegeven om door te vechten, ja. Nou ja, hopen dat je ook weer op je fiets kan, pap. Nou, dat hoop ik ook, hè. Dat ik weer kan fietsen en traplopen. Dat moet ik ook weer gaan doen, dan. Ja. Had dat kunnen denken dat jij hier met je vader zou lopen? Als je dat me een paar weken geleden had gevraagd, had ik dat antwoord niet met zekerheid durven geven. Nee. Dat was heel wankel evenwicht waar hij op balanceerde. En hoe blij ben je dan dat je hier wel met hem kan staan? Ja. Ja? Ja. Ja, het is echt. Het is een cadeautje. Ja, dat vooral. Ja, en daar ben ik heel dankbaar voor. Ja, dat weet ik.